Het Diskmodel, wat is het en wat kun je ermee? Disk is een van de meest gebruikte instrumenten ter wereld om voorkeursgedrag en communicatiestijlen inzichtelijk te maken. Met de drie Diskgrafieken krijg je snel en accuraat inzicht in de stijlen op persoonlijk niveau, teamniveau en zelfs op organisatieniveau. Waar wordt het Diskmodel onder andere voor ingezet? Professionalisering in leidinggeven, doeltreffende werving en selectie teamdynamiek en teamfunctioneren in kaart brengen, samenstellen van high-performance teams, de markt pijlsnel en nauwkeurig in kaart brengen, gemeenschappelijke taal naar collega's en naar klanten, talentherkenning en onderkenning, coaching, training en de hele HRM-cyclus. Hoe ziet het model eruit? En dit model laat zich het makkelijkste uitleggen door middel van een assenstelsel. Je hebt initiatiefnemende stijlen versus bedachtzame stijlen, taakgerichte stijlen versus mensgerichte stijlen. Daarin kun je de D, de I, de S en de C plotten. De D staat voor daadkrachtig, direct en dominerend. De I staat voor interactief, inspirerend en invloedrijk. De S staat voor stabiel, sociaal en supportgevend. En de C staat voor consensueus, correct en calculerend. Dit is kort samengevat het DISC-model: het meet snel tempo versus rustig tempo, prioriteiten in taak versus mens. D, I, S, C, DISC. Wil je meer weten over het model, dan kun je aan het eind van dit filmpje zien waar je meer kunt vinden.